Het is een soort magie, een soort gevoel waarbij mensen denken, daar wil ik bij horen, daar wil ik onderdeel van zijn. Hoe ziet de toekomst van HR eruit? Daarover praat ik in een serie gesprekken die ik maak met Loket.nl. Bij mij te gast de director People and Culture bij Adwise, Leonie Kranenberg. Leonie, van harte welkom. Dankjewel. Ja, de uitgesproken mening hebben jullie het wel over, hè? Ja, klopt. Dus meer dan een cliché, hè? Ja. Want de toekomst van HR wordt bij jullie uitgevonden, zullen we zeggen. Maar laten we eens beginnen bij Adwise, het bureau. Het is, ik las op jullie website de ronkende tekst, meer dan een digital agency. Want jullie zijn een digital agency. Ja. Wat is het meer dan een digital agency? Ja, het is uiteindelijk de mensen die het verschil maken. Dat klinkt heel, cliché dan ook natuurlijk. Maar ja. zonder hen zouden we nu niet meer bestaan. Dus dat is wel zijn de drijvende kracht, zeg maar, achter het succes. Ja, ja. En jullie zijn niet een klein bureau, hè? Want inmiddels, hoeveel mensen? 130 mensen, en, ja. En ik zei net al gek, het is een beetje een soort van familiebedrijf aan het worden. Ja, klopt. Leg eens even wat crossverbanden uit. Nou, uiteindelijk, mijn man is dus de CEO inderdaad binnen Adwise. En die heeft het inmiddels denk ik bijna 18 jaar geleden opgericht. Samen destijds nog met zijn toenmalige compagnon. En een aantal jaren geleden ben ik ook in de zaak gekomen, maar toen de tijd nog als digital consultant. Oké, dus echt in de inhoud? Op de inhoud inderdaad. Dus ik ben blij ook dat ik dat heb meegekregen. Ja. Dus ik heb natuurlijk heel veel bedrijven gezien waar ik ook binnenkwam vanuit die rol. En ook gezien van, hey, waar gaat het lekker, waar niet? Hè? Daar ga je ook een beeld bij vormen. En vervolgens mijn broertje inderdaad, die werkte er ook al ietsjes langer dan ik. Eerst als freelancer en ook als programmeur. En die is nou veel meer een directe disruptor binnen Adwise. Dus, wat is dat? Ja, ze kijkt eigenlijk al vanuit alle facetten, zeg maar, binnen de hele agency-wereld en naar de organisatie vanuit eigenlijk de disruptie. Dus, hè, hoe kunnen we het anders doen, zeg maar, op allerlei vlakken? Dus hij challenged eigenlijk ook weer alle vakgebieden, zeg maar, bij ons. Maar ook de structuur binnen Adwise, hoe we werken. Dus kijkt daar ook vooral, hè, met bronnen als een Forrester en Gartner heel erg van, ja, waar gaat de toekomst naartoe? En hoe gaan we ons als agency daar ook, zeg maar, op aanpassen? Dus het hele agile, wendbare. Ja. En daar kijkt hij echt verder, zeg maar, de toekomst in. Oké, nog meer familieleden? Ja. Nee, niet meer, niet van mij althans. Maar het is ook een beetje een familie, alhoewel ik daar altijd ook heel voorzichtig mee ben om dat te zeggen. Want ik vind een bedrijf in de kern wel wat anders dan een familie. Zeker. Maar ik vind het leuk om met jou te praten over hoe jullie cultuur en hoe jullie HR vormgeven. Want daar gaat deze reeks gesprekken ook over. Maar eerst even een stukje, een soort van kritische noot vooraf. Als ik dan naar jullie wereld kijk, hè, van die digital agencies, er is eindelijk geen bureau meer die zichzelf heel speciaal vindt als het gaat om cultuur. En ze hebben allemaal een, of het nou happiness of people and culture, of geef het een beetje een hippe titel. Ja. Maar ze hebben het allemaal. Ja. Wat maakt het meer dan een cliché bij jullie? Wat maakt het meer een cliché? Meer dan een cliché? Uiteindelijk echt die aandacht voor de mens. En dat klinkt misschien toch weer als een cliché. Mm-hmm. Maar het is gewoon echt zo. En ik denk dat dat ook wel, zeg maar, de kracht is van het familiestuk erachter. Dat je heel bewust bent inderdaad van het succes was er niet geweest als de mensen er niet waren geweest. Dus het investeren echt in je mensen. In zowel wie ze zijn als mens, als in de groei van mensen. Hè, en het zichzelf echt kunnen zijn binnen de organisatie. Dat zit dus echt in dat cultuurstuk. Ja, dus ik denk echt wel de basis voor het succes. En, maar laten we dat eens concreet maken. Want dat cultuurstuk, ooit heet... hanteren jullie de term HR überhaupt nog? Nee. Niet meer. Nee, people and culture. Direct people and culture. Ja. Dat cultuurding, hè? Ja. Want ik denk dat een soort kernbegrip is wat ik probeer tastbaar te maken. Kun je dat beschrijven, die cultuur? Ja, de cultuur is wel grappig. Als mensen ook bij ons komen, ook klanten bijvoorbeeld, of partners of wie dan ook, of medewerkers. Het eerste wat je altijd hoort is, oh, hier hangt een hele fijne sfeer. Het is een soort magie, een soort gevoel waarbij mensen denken, daar wil ik bij horen, daar wil ik onderdeel van zijn. Dat is wat je hoort. En dat klinkt ook lekker allemaal vaag, hè? Dus, dus tot 50 mensen, dat zie je natuurlijk in de groeifases natuurlijk ook, hè? In de agency-wereld, maar goed, ook in andere fases, andere bedrijven die snel groeiend zijn. Tot 50 mensen hebben we op een gegeven moment, hebben we in het begin een keer kernwaarden gehad. Nou ja, dan zie je eigenlijk op een gegeven moment groeien, hè? Dan komen er wat subculturen, dan is dat niet meer zo duidelijk. Ja. En wij hadden het ook altijd, op een gegeven moment zaten we dus inderdaad met zo'n 80, 90 mensen. En dat we altijd zeiden, als we mensen aannamen of wat dan ook, van, oh, dat is een echte Adwiser, of niet? Maar ja, dat mensen op een gegeven moment dachten, wat is dat dan? Ja. Dus toen zijn we daarmee begonnen, denk ik. Dat was net voor corona inderdaad. En om dat opnieuw te definiëren van, ja, wat is dan die echte Adwiser? En ik denk wat we daarin hebben gedaan, is dat is uiteindelijk ook intern is dat project gedaan. Dus ook hebben heel veel mensen op brand ook binnen Adwise zitten.
En intern opgepakt, maar ook heel erg vanuit de organisatie. Dus we hebben mensen, eigenlijk allemaal afgevaardigden vanuit de hele organisatie, erbij gepakt om dat project te gaan doen. Dus heel veel mensen gaan interviewen ook, hè? Ja, precies. Er zijn ook heel veel mensen geïnterviewd. Dus van zeg maar een supportmedewerker tot een account director van tot alle, aan directie. Ja. Eigenlijk iedereen. Zodat je op basis daarvan natuurlijk ook echt een beeld krijgt van ja, wat is dat dan? En wat is dan die cultuur? Want die cultuur is niet van de directie alleen die top-down naar beneden ingevoerd gaat worden. Nee, het is iets wat als je dat goed wil doen, dan moet het gedragen worden door de hele organisatie. Door iedereen. En dit is iets wat ontstaan is vanuit iedereen. En dat is dat waardoor het ook gewoon een fundament nu is, waar iedereen graag onderdeel van wil zijn. Maar is dat dan toeval dat het deze cultuur is geworden omdat per toeval deze mensen er werkten? Nee, je hebt natuurlijk wel ook als bedrijf een hele sterke visie waar je als organisatie naartoe wil. Hmm. Hè, met een punt op de horizon waarin je het verschil wil maken. Hmm. Kijk, en dat meenemend daarin met een duidelijke missie en een visie en een B-hack die we hebben. Oh ja, was jullie B-hack? Ja, het creëren van 101 Digital Masters. Dus dan, en dan zijn we bewust die 101. 101. Ja, want die ene zijn wij, zeg maar. Dus wij zijn het voorbeeld uiteindelijk, zeg maar, op dat vlak. Om uiteindelijk onze klanten te inspireren van hoe ga je nou uiteindelijk je klant op een beslissende voorsprong zetten. Door middel van creatie en techniek inderdaad. En dat vooral aan elkaar te verbinden met de mensen. Zodat zij binnen hun vakgebied uiteindelijk ook het verschil maken. Mm. Dus dat zij binnen hun domein waar de klant in opereert ook het verschil maakt. En ook voorop kan blijven lopen. Zodat je uiteindelijk het doel is dat mensen natuurlijk bedrijven bestaansrecht houden. Hoe heet het? Jullie er zijn heel veel bedrijven die gaan hiermee aan de slag. En die hebben dan op een gegeven moment de cultuur bepaald en beschreven. En die hebben core values en die hebben jullie ook. Hè? Ja. En dan schrijf je dat op. En dan, oké, jongens. Ja. En daarna is het weer druk. We gaan weer. Oftewel, hoe beleiden jullie dit? Ja, het zit dus ook echt in de structuur verweven. Dus hoe we werken voor klanten en hoe we samenwerken. Dus we hebben bijvoorbeeld onze kernwaarden zijn dus ook trust, challenge, explore en empower. En, waarom Engels? Ja, bewust. Ja, klinkt gewoon ook beter. Dan krijg je inderdaad vertrouwen, uitdagen, ontdekken. Ja. Ja. In je kracht zetten of zoiets. Ja, klinkt gewoon niet lekker. Maar goed, en uiteindelijk hè, voor expansie is het natuurlijk ook gewoon goed. Maar goed, dus die kernwaarden inderdaad. Mm-hmm. En het zit enerzijds, de trust is ons fundament. Dus dat komt in alles terug, in hoe we met elkaar omgaan, hoe we aandacht besteden aan ontwikkeling. Dat zit gewoon in de manier van werken. Mm-hmm. En bijvoorbeeld ook het challengen, dus het uitdagen, zowel van jezelf, van hoe ga ik mezelf uitdagen om het beste uit mezelf te halen, zit in het people, hè, culture stuk. Van daar begint het eigenlijk. Maar het zit ook in de business. Dus hoe ga ik mezelf uitdagen en de klant uitdagen om echt het verschil te maken, om echt die klant op voorsprong te zetten. En dan zit het ook bijvoorbeeld in dat we werken in de structuur, zeg maar, met innovatietijd. Dus we hebben binnen al onze producten en diensten, zeg maar, die we leveren, daar zit innovatietijd in, zodat mensen in een tijd die wij beschikbaar stellen binnen ons bedrijf aan de mensen, dat zij die kunnen gebruiken voor innovatie, zowel op inhoud als op ontwikkeling van de mens. Mm. Dus daar zit het al in embed, zodat je dat gewoon continu blijft doen. Spreek je elkaar er ook op aan? Ja, steeds meer. Dat is natuurlijk het allermoeilijkste. Dus het feedback geven. En dan komt ook het familiestuk om de hoek. Hè? Dat je, als je elkaar heel goed kent, is een heel groot voordeel. Hè? Dat kan zijn dat je daar elkaar makkelijker door aanspreekt. Maar het kan ook zijn doordat je elkaar heel goed kent, dat je het soms wat lastiger vindt. Ja. Uit angst dat persoonlijke stuk, dat je elkaar misschien pijn doet of wat dan ook. Maar dat is steeds meer. Dus je hebt ook wel echt inderdaad dat we ook dat in onze manier hoe we omgaan met presteren en belonen. Er zit het ook in verweven. Dus kan het ook andersom zijn? Kan het ook zijn dat je op een gegeven moment zegt van, hey, luister, aardige vent of aardige vrouw ben je, maar jij past niet meer binnen de waarden die wij hebben? Ja, zeker. Ja, absoluut. Ja. Is dat al gebeurd? Want ik kan me voorstellen dat iemand bij wijze van spreken goed functioneert. Ik noem het even uitstekende, programmeur. Ja. Doet zijn werk prima. Ja. Maar hij zoekt de uitdaging niet op en hij zit in een paar waarden. Ja. Dan zou je afscheid nemen, absoluut. Ook al is het een goede programmeur. Absoluut. Ja, ik geloof daar heilig in. Als je ook van Simon Sinek daar bijvoorbeeld over hoort, kan iemand nog zo goed presteren. Maar als iemand niet in de cultuur, dus dat vertrouwen is eigenlijk niet. Nee. Dat is ook nog echt onze kernwaarde natuurlijk. Ja, ja. Ja, dan moet je handelen. Dat is essentieel. Want uiteindelijk op langere termijn ga je met alleen dat goede presteren niet redden. Want wij geloven er heilig in dat
hoe dat? Dat het succes meer is dan jijzelf. Dus het is iets wat we samen doen. Mm. Alleen ga je snel, nou, maar samen kom je verder. Ja, dus daar geloven we heilig in. Dus op het moment dat iemand qua cultuur de fit niet heeft, en vaak dus ook als persoon gewoon dan niet matcht, zeg maar, is dat ook een hele moeilijke in de verbinding tussen mensen binnen een team. Ja. En dan kan iemand nog zo goed presteren, of een leidinggevende bij wijze van spreken op de inhoud misschien een kei zijn. Maar als die niet in staat is om op dat stuk, zeg maar, te performen, ja, dat gaat uiteindelijk niet goed. Dat gaat wrijven en dan gaan misschien wel zelfs mensen weg die je liever niet weg wil zien gaan. Ja. Dus dat is niet makkelijk, maar ja, daar handelen we zeker wel naar. Ik vind het wel mooi dat jullie zeiden, in het begin zei ik gekscherend over het familiebedrijf en de relaties die er onderling. Toen zei je ook van, net toen we hier van tevoren afspraken, van wij gaan er ook, mensen krijgen relaties en dat vinden we ook helemaal niet erg. Laat maar gebeuren. In lijn daarmee las ik ook ergens, of hoorde ik ergens dat jullie zeggen van, het gaat om de mens achter de mens. Hè? Mensen nemen hun familie mee en hun huissituatie. Hoe geef je dat vorm? Ja, nou, dat is wel grappig. Wij hebben bijvoorbeeld, als je kijkt naar, als mensen bijvoorbeeld nieuw binnenkomen bij Advice of als team samenwerken, dan is het inderdaad dat we daar überhaupt al in het persoonlijke stuk veel aandacht aan besteden. Dus gewoon het welkom, hè? Wie ben jij? Ja. En dat we dan ook gewoon, wie ben jij, gaat verder dan alleen de professional, zeg maar. En het zit verweven ook in de visie, zeg maar, binnen People and Culture. Dus we zeiden ook, we hebben eigenlijk, zeg maar, een soort van weegschaal waar we altijd naar kijken. Dat is een combinatie van GDR en ons eigen model, waar wat onderdelen in zijn, zitten van hoe zorg je er nou voor dat mensen eigenlijk heel loyaal zijn, graag bij je willen werken en blijven werken en ambassadeurs uiteindelijk zijn voor de organisatie. Daar hoort dat privéstuk ook bij. Dus het werk loopt natuurlijk, privé en werk loopt altijd door elkaar. En je moet dus eigenlijk wel weten van, ja, wie is die persoon en wat zit daarachter? En dan hoef je niet alle details natuurlijk te weten. Die zegt, nou, als iemand binnenkomt, nou, vertel eens eventjes hoe je bent opgegroeid en wat je allemaal hebt meegemaakt. Ja. Dat iemand denkt, ho, wat is dit? Maar dat de essentie daarachter van wie ben je en wat heeft jouw achtergrond gemaakt tot wie je bent nu als persoon, zorgt ook heel erg voor een stuk begrip onderling van bij elkaar als collega's, waarom iemand dan ook op een bepaalde manier kan reageren of doet. En dat is uiteindelijk de basis ook voor de verbinding. Dus wat we doen, we ook, die training heb ik zelf ontwikkeld ooit met een collega een paar jaar geleden, ook 3 jaar geleden, een zelfbewustzijnstraining. En waarin we eigenlijk zeggen van, ja, weet je, op het moment dat jij bijvoorbeeld kwam uit een senior traject, daar is het uit voortgekomen. Zeiden van, nou, als je senior bent, heb je over het algemeen, ga je ook mensen coachen en ontwikkelen. En dat is best wel belangrijk dat je weet hoe je diegene het beste kan helpen. Maar dat begint bij zelfinzicht. Dus hoe kom ik over? Wie ben ik? En hoe pas ik mijn coachstijl aan op degene die ik voor mij heb? Nou ja, en daar is een training uitgekomen dat we hebben gezegd van, nou, heel simpel, in een paar uurtjes. We hadden materiaal voor 2 weken, maar uiteindelijk teruggebracht naar 3 uur. Eigenlijk gezegd van, oké, hoe kijkt een ander naar jou? Dus door briefjes op elkaars rug te plakken van, hè, wat is de eerste indruk? In relatie tot jouw levensloop. Dus iedereen krijgt dan een huiswerkopdracht mee om te zeggen van, nou, knip jouw leven op in 7 jaren. Op zowel, en dan gebeurtenissen die zowel mooi zijn geweest als minder mooi. Op zowel werkgebied, persoonlijk, volgens mij gezondheid en relationeel. Nou ja, en dan nemen ze elkaar daarin mee. En dan probeer je om ze te triggeren, om te kunnen zeggen van, hoe in de manier hoe iemand dus naar jou kijkt in relatie tot waar jij vandaan komt, welke verbanden zie je daar misschien wel in je gedrag? Dat is bijna therapeutisch. Bijna, maar tot op, soms, de afgelopen jaren is ook gebleken dat er af en toe best wel wat gebeurt. Ja. Maar dan hebben we ook coaches in ons netwerk, zeg maar, waar we mensen dan naartoe verwijzen bijvoorbeeld. Mm. Van, goh, weet je, het is best wel verstandig misschien om hiermee verder te gaan. Maar één is heel mooi, denk ik, want je, zonder dat mensen het misschien op dat moment in de gaten hadden van, hey, hier kan ik wel eens ooit tegenaan gaan lopen, ben je het eigenlijk al heel ver voor. Hebben jullie met veel diverse culturen te maken? Of valt nee, dat valt mee. Nee, nee. Zou je dat meer willen? Of, ja, of niet het, per se. Niet geforceerd, laat het zo zeggen. Het is zoals het is. Ja, het is zoals je moest eraan denken, omdat dat als het gaat om, zeg maar, de mens achter de mens. Ik weet, ik heb ooit, lang verhaal, doet er verder nu niet toe, maar heb ik een internetbureau in Ghana gehad, in West-Afrika. Ja. En ik weet nog wel dat we toen te maken hadden met een collega. En die kwam op een gegeven moment, een paar weken tijd, kwam hij elke keer te laat of niet. En, en wij met onze westerse pet hadden hem al bijna ontslagen, bij wijze van spreken. Maar toen bleek dat zijn zus heel ziek was.
En zeker daar is het is niet in vragen dat werk dan nog enigszins van belang is. Nee. Die zus moet geholpen worden. Ja. Maar ook weer niet zo dat meteen verteld wordt. Nee. Je wel? Ja, dat kan me heel goed voorstellen. Dus toen we daar achter kwamen. Dus dat was voor mij, weet ik nog wel, toen zo'n eye-open. Dat je denkt van ja, wacht even. Maar als ik me niet verdiep in die cultuur hier. Ja. En hoe mensen hier met familierelaties omgaan. Ja. Want daar had het heel erg mee te maken. Ja dan is het gewoon, die loopt op weg naar zijn werk. En zijn zus moet naar het ziekenhuis. Dan gaat hij rechtsaf naar het ziekenhuis. En dan gaat hij naar zijn zus. Weet je wel, gewoon punt. Ja. Daarom, ik denk dat dat ook heel... Kijk, nu heb je dat nog bij ons inderdaad, hè, dat het niet zoveel... Wel wat hoor, maar incidenteel. Maar als je dat meer zou krijgen, dan moet je ook daar heel bewust van zijn natuurlijk. Van wat zijn dan die cultuurverschillen? Hè? Ja. En hoe ga je daarmee om? Want die gaan misschien wel niet in zo'n sessie zitten. Maar je ziet, het was wel leuk, want vanuit die training, die voor een senior traject eigenlijk was, is die daarna open gegaan. Voor van, nou, je kun je op open inschrijving. En dat is denk ik een van de trainingen die het snelst vol zit, waar de meeste mensen zijn. En ook in teamverband eigenlijk al, dat ze wat verder gaan. En dat soort dingen doe ik soms zelf ook nog wel. Dat ik dan ook met de coachingservaring, vind ik gewoon leuk. Mm. Af en toe een opstelling of zo erbij doe. Ja, maar tot op een zekere hoogte. Hoor. Ik ga niet te diep, want dan raak je dingen aan. Nou ja, ik vind het wel een interessante discussie dit. Want een van de, want ik kan me voorstellen, ook dat zei in het voorgesprek al, mensen werken heel lang bij jullie, hè? Ja. Terwijl ik toen dacht, is dat per se goed? Dat is een challenging gedachte. Want ik weet nog dat ik ooit Marco Arnink sprak van Drukwerk Deal. Wel bekend waarschijnlijk. Ja. Die zei van, die was toen met een bedrijf bezig. Die zei van, ja, mensen mogen bij mij niet langer dan 5 jaar werken. Want daarna wil ik dat ze doorstromen. Dus die pakte veel meer, zeg maar, de persoonlijke loopbaan als uitgangspunt, waarbij je niet 20 jaar meer bij een bedrijf hangt, maar je gaat gewoon ontwikkelen in de breedte of in de lengte of in de hoogte of in de diepte. En dus je passeert stations en dat zijn die bedrijven. Bij jou als filosofie. Ja. Maar die filosofie hebben jullie dus duidelijk niet. Nee. Maar wat vind je daarvan? Ja, goed, prima. Weet je, als iemand daar zo over denkt, is ook goed. En volgens mij stond vorige week in Financieel Dagblad een stuk inderdaad ook over. Begon met een kop, ook wat heel erg suggereerde, hè, dat je niet lang bij een bedrijf moest gaan werken. Maar goed, toen je het artikel las, dacht ik van, dus was een stuk genuanceerder. Waar ook de redenen in stonden waarom het juist wel heel goed was. Ja, ik denk dat het een belangrijke vereiste is voor de organisatie in ieder geval, om de ruimte te kunnen bieden dat mensen überhaupt kunnen groeien. Ja. Dus als bedrijf moet je wel een hele duidelijke visie hebben, een missie waar je naartoe wil. En dus ook een hele duidelijke ambities hebben. Mm-hmm. Om überhaupt, zeg maar, mensen perspectief te kunnen blijven bieden in ontwikkeling. En ik geloof er ook wel in, op het moment dat je dat doet en je blijft als bedrijf groeien, dan heb je dus voldoende uitdagingen, ook voor je medewerkers. Dus dat ten aanzien van het inhoudelijke stuk. En dan gaat ook weer dat persoonlijke stuk hand in hand. Dus ik geloof er ook heilig in, dat op het moment dat jij je persoonlijk blijft ontwikkelen en je blijft je professioneel ontwikkelen, en je hebt een organisatie die zich blijft ontwikkelen en ook meegaat met veranderingen in de markt, daar zijn structuren of wat dan ook, producten, diensten, koers op bij gaan stellen, dan ben ik van mening dat jij niet ergens anders zou hoeven te werken. Nee. Hoe doen jullie onboarding? Want dat is natuurlijk superbelangrijk als er nieuwe mensen aan boord. Dat is niet de kwestie van, oh, je profieletje klopt, je cv'tje klopt. En je hoort natuurlijk steeds meer soft skills zijn belangrijk. Ja. Diploma's doen er niet meer toe. Ja. Hoe zitten jullie daarin? Ja, dat vind ik ook zeker. Er werken ook mensen bij ons die geen papiertje hebben. Dus die tot en met de middelbare school hebben afgerond, zeg maar. Maar gewoon door passie, drive, ambitie in dit vak zitten en een bepaalde rol daarin hebben gekregen. Mm-hmm. Ja, dan is het ook wel ergens ook weer dat je ook gewoon voelt en weet van, diegene heeft gewoon... Ja, die moeten we gewoon hebben. Ja. Maar hoe doen jullie dat onboarden? Hoe ziet dat proces eruit? Of is dat een specifiek proces om nieuwe mensen aan boord te trekken? Te werven, zeg maar. Echt vanaf, je bedoelt echt vanaf werven tot recruiten tot en met, zeg maar, het onboarden. Ja, dan zie je echt... We zijn heel veel betrokken al bij scholen, al heel lang. Dus al denk ik wel bij het Saxion bijvoorbeeld in Deventer en Enschede, maar ook de universiteiten. Dus heel veel contacten daar. Ik denk al wel 10, 15 jaar. Dus daar vind je natuurlijk heel veel mensen geven. Veel gastcolleges. Dus AdWise is wel heel bekend. Ook in die regio ook. Zeker. Jullie zitten niet alleen daar. Jullie zitten ook in Utrecht, hè? Ja, maar landelijk spelen we gewoon mee in de top. Dat durf ik echt wel te zeggen. Ja, rustig aan. Maar de mensen komen over het algemeen natuurlijk gewoon bij ons in de omgeving. Komen de meeste vandaan. Alhoewel door corona natuurlijk ook afstand heel relatief is. Ja. En we ook wel mensen uit de rest van Nederland hebben werken. Dus veel mensen vanuit school die instromen. Traineeship hebben wij al jarenlang. Dus dat ze eigenlijk na school of misschien zelfs wel als ze werken, voor kiezen van, ik wil heel graag in die digital wereld. Hè. Ik wil wat anders of ik weet nog niet precies wat ik wil aan een traineeship bij ons gaan doen. Dus op die manier heel veel mensen, zeg maar, weten te bereiken.
En waardoor je een natuurlijke doorstroom hebt, omdat je dus als organisatie blijft ontwikkelen, groeien en mogelijkheden biedt aan de mensen. Dat je op die manier een vrij organische groei hebt en je de mensen ook vanuit onder, zeg maar, erbij kunt trekken. En daarnaast noemen we ook als eindstromers tussen haakjes. Mm. De mensen natuurlijk die je gewoon op bepaalde functies, bepaalde niveaus van. Maar hoe zorg je dat je weet dat Pietje of Jantje of Annette of wie dan ook past binnen AdWise? Dus ook eigenlijk die culture fit belangrijker. Is dat dan, zijn dat gesprekken? Of moeten ze een survey doen? Of, Nee, zijn gesprekken. Dus het is vooral het persoonlijke gesprek. Dus we hebben samen eigenlijk met onze... We hebben een zusterbedrijf, is Wise People. Die doen veel de detachering en werving en selectie, zeg maar, met digital professionals. Niet alleen bij AdWise, maar ook bij opdrachtgevers. Dus van ons of nog niet van AdWise. Dus we hebben eigenlijk al jarenlang werken we met 4-tal recruiters, zeg maar. Waardoor we een heel groot deel van de arbeidsmarkt ook kunnen bereiken natuurlijk daarmee. En dus dan is vooral in het persoonlijke gesprek, het eerste gesprek is ook vaak echt wel even de persoon. Weet je, de persoon, de fit op de mens. Mm. En op het cultuurstuk en dan pas ook naar de inhoud. Dus dat is wel een, wel een belangrijke. First things first, zeg maar. Ja. Ja. We maken deze serie met Loket.nl. Hè? Dan gaan we natuurlijk, het is niet de bedoeling dat we dan lopen promoten dat Loket.nl super tof is. Maar wat wel leuk is, is die link met, zij werken natuurlijk voor HR en salarisadministratie, kantoren en zo. Hè? Die hebben jullie, neem ik aan, ook. Mm-hmm. Hebben zij nog een rol in dit hele onderwerp? Of zijn zij puur, dat is de software en die draait en daar hebben ze verder geen rol? Ja, bedoel je of ze daar een rol in zouden moeten hebben? Beide? Misschien. Nou ja, wat vind jij? Wat is die rol nu en wat zou die moeten zijn? Dat is een goede vraag. Ik denk omdat het traditionele HR, de traditionelere manier, zeg maar, van HR in vliegen gaat heel wat meer procedureel en beleidsmatig, hè? En daar horen dan processen bij en systemen bij. En profieletjes en daarbij behoren de salarissen. Ja, en vergelijk het maar eigenlijk, denk ik, ook bij onze business, zeg maar, de middelen als een CMS-systeem van een website of een CRM-pakket. Mm. Ja, dat zijn echt dus de vergelijking, zeg maar, denk ik, met dat soort tools binnen HR. En uiteindelijk zijn dat maar middelen. Weet je, en uiteindelijk gaat het er denk ik heel erg om van, ja, hoe kun je dan die middelen inzetten die echt passen bij de visie die je als organisatie hebt, zeg maar, en dat die daaraan bijdragen. Dus ik denk voor dat soort partijen is het denk ik ook wel heel goed om te weten van, ja, wie zijn die organisaties, zeg maar, waar jij jouw diensten wil gaan verlenen? En wat is dan de toegevoegde waarde die je daar in het product aan kunt leveren? Want alleen maar een salarispakketje is niet de toegevoegde waarde. Nee, nee. En ik denk dat je daar weer die parallel kunt maken bij wat je zei in het begin. Hè? Wat is dan het verschil van als digital agency ten opzichte van die drammelers zijn? Mm. En dat geldt heel erg gezegd. Denk, als jij een HR-pakket levert, is die vraag ook relevant. Van, wie is dan je doelgroep en hoe zorg je er dan voor dat jij met jouw producten onderscheidend bent en een toegevoegde waarde hebt op dat bedrijf? En dan zie je heel veel. Als je kijkt bijvoorbeeld vanuit onze ervaring en digital, wij doen heel veel met UX en CRO. Hè? En, heeft CRO voor de leken? En UX? De UX is, zeg maar, gebruiksvriendelijkheid en eigenlijk conversieratio, optimalisatie, zeg maar. Dus, er zijn ook mensen te kijken die niet in je vak zitten. Nee, die dat niet weten. Ja, het is goed dat je even ondertiteling meegeeft, ja. Dus de gebruiksvriendelijkheid en eigenlijk zorgen dat een zoveel mogelijk of websitebezoekers overgaan tot een aankoop. Maar ook dat zo'n salarispakket echt gebruikt wordt. En echt toevoeging biedt, zeg maar, aan de doelen, zeg maar, die de gebruiker ermee voor ogen heeft. En dan zie je heel vaak dat soort tools ook in onze wereld, zeg maar, heel erg vanuit de techniek ingestoken worden. Ja. In plaats van vanuit de user. Dus het gaat er uiteindelijk om, wie is je klant? Ja. En daar moet je de software voor maken. Ja. Ja. En daar denk ik dat daar nog best wel veel te behalen is. Wat er winnen valt. Ja. En want hoeveel mensen hebben jullie intern zitten op de mens en de cultuur, noem ik het maar even. Hoe groot is jouw team? Ja, dat is wel grappig, want wij hebben HR, om People and Culture, hè, what's in the name, gedecentraliseerd. Dus we hebben ook waar je echt centraal vaak ziet van, nou, dan komen alle shit dingen en moeilijke dingen, die worden allemaal bij HR neergelegd. Dat is bij ons niet zo. Dus uiteindelijk is binnen mijn team zijn we nu met 1, 2, 3, met z'n vijven.
En zie je eigenlijk dat het hele visiestuk, beleid, hoe omgaan met de mensen, dat het ook bij de leaders, zeg maar, laag geïmplementeerd is. Dus dat zij ook de gesprekken voeren met de mensen. Dat ik eigenlijk ook alleen ben voor de visiebewaking en de hulp die nodig is, zeg maar, bij gesprekken of bij dingen waar ze echt niet uitkomen. Want jij noemt het leaders, want jullie werken, want hoe ziet jullie werken met squads en chapters, ja, hoorde ik al, dat klinkt agile achter me ook. Want jullie hele organisatiestructuur is dus niet meer zo klassiek, wel? Nee. Dus we werken inderdaad met squads en chapters. Squads zijn eigenlijk een verzameling, zeg, van multidisciplinaire teams, waar meerdere disciplines ook bij die elkaar op een klant in zitten. Of... Die op een klant zitten, inderdaad. En je hebt chapters die waar echt, zeg maar, vanuit de kennis in mensen bij elkaar zitten. Dus vanuit de chapterstructuur, dat is ook die innovatietijd die ik eerder vertelde, zorg je ervoor inderdaad dat je voorop blijft lopen op de kennis binnen het vakgebied. En daar zitten de mensen allemaal bij elkaar die dus die kennis vertegenwoordigen. Mm-hmm. En dan zie je ook nog weer chapter overstijgen. Het zijn de guilds. Dus dan hoe zorg je ervoor dat data in relatie tot SEO en misschien wel UX, dat je dat samen kunt pakken om dan echt, zeg maar, dus die koppeling van creativiteit, tech en data, dat die bij elkaar gaat komen. En die zorgt er uiteindelijk voor, zeg maar, dat je het echt verschil kunt gaan maken voor die klanten. Dat gebeurt weer in die guilds, waardoor je daar ook voorop blijft lopen. Even als voorbeeld onze AI-hackathon die we vorige week donderdag hebben gehad. Dan zie je ook dat eigenlijk mensen met allerlei achtergronden bij elkaar komen om te kijken van, ja, hoe kunnen we nou eigenlijk AI, zeg maar, bij een klantcase verankeren om het daar een succes in te bereiken. Dus dat is, en dan hebben we uiteindelijk, zeg maar, en dan hebben we eigenlijk die squads, en dan hebben we ook weer client services hebben we bij elkaar. En dat is eigenlijk een combinatie van digital consultants als account directors en performance managers. Die zijn echt, zeg maar, zitten direct op de klant. Dus de klant staat centraal. En dan hebben we daar omheen, zeg maar, hebben we dus inderdaad ons client services team, wat sales is en account. En daar omheen zitten de squads, zeg maar, waar alle disciplines bij elkaar komen. Advertising, SEO, alles. Hoe meten jullie het succes van deze hele visie en de bouw van deze cultuur en hoe jullie met elkaar omgaan? Hoe meet je daar het succes van? Nou, uiteindelijk de engagement, zeg maar, is natuurlijk een middel waar we in kunnen meten van hoe is de engagement, zeg maar, van de mensen. En uiteindelijk is de people, zeg maar, en dat is natuurlijk een niet keihard meetbaar. Uiteindelijk de omzet is heel makkelijk meetbaar. Maar de invloed van people daarop, zeg maar, dat maakt uiteindelijk, zeg maar, dat je je doelen gaat bereiken. Maar je ziet dat je daarin de keiharde data over engagement, de betrokkenheid en dat soort dingen, zo'n belangrijke onderlegger om te weten van, doen we de juiste dingen? En dat meet je? Dat meten we, ja. Okay. Ja. En dus zie je het ook terug in ziekteverzuim en dat soort klassieke KPI's? Ja, dat meten we ook. Dus ziekteverzuim meten we inderdaad. Absentie natuurlijk. Hoe lang mensen bij ons werken. Hoe snel we mensen kunnen onboarden. De offboardingsratio. Al dat soort dingen meten we. We meten maandelijks het sentiment, zeg maar, in de teams. Dus we hebben, wat ik al eerder vertelde, we hebben een soort weegschaal ontwikkeld. Hè, met wat gebaseerd is op GDR. GDR noemde je al een keer eerder. Ook die even duiden voor de kijkers. Ja, dat is eigenlijk ook meer een people model waar alles in samenkomt, zeg maar. Job demand resources, zegt het al. En daar zitten eigenlijk ook alle factoren in die van belang zijn op het fijn hebben binnen een werkgever, maar ook de job kunnen doen die bij je past, zeg maar. En daar zitten ook dingen in als de balans tussen bijvoorbeeld complex werk en simpel werk. Wissel dat af met elkaar. Kun je op tijd een time-out nemen? Wat zijn herstellers die je kunt aanreiken als bedrijf om even weer in balans te komen op het moment dat jij een week lang een behoorlijke deadline hebt gehad? Dus daar kijken we heel erg naar. En daar is het fundament weer de cultuur en de arbeidsvoorwaarden en het talent wat iemand meeneemt en de middelen die wij ter beschikking stellen om dat talent te laten groeien. Dus events, kennis, slimme collega's, van alles en nog wat, een coach. Dat soort dingen. En daarbovenop zijn eigenlijk de bouwstenen die ervoor zorgen of mensen in balans blijven of uit balans raken. En daar sturen we elke maand op. Daar hebben we dus bijvoorbeeld naast de leaders binnen het team, die een formele leaderrol hebben, hebben we cultuurmanagers. En dat zijn geen managementrollen, maar het zijn eigenlijk echt het managen van dat stuk wat ik net vertel. En die hebben ook wat meer affiniteit met people, zeg maar. Ook van nature natuurlijk als mens. En die doen daarnaast hun rol. Daar hebben ze ook tijd voor. Waarbij we een eigen meter, zeg maar, hebben ontwikkeld, waarin we continu op dat stuk energiegevers, vreters van mensen individueel, maar ook binnen het team en op organisatieniveau meten.
waarbij we de excessen eruit kunnen halen, zeg maar, waar wij als directie wat mee moeten. Maar waarbij vervolgens ook de coach weer de handvaten heeft om die gesprekken met de teams aan te gaan of met individuen waar nodig. Waardoor je continu eigenlijk elke maand inzicht daarin hebt en een stuk preventie natuurlijk hebt over uitval, maar ook of mensen het prettig hebben. Klinkt als een te gekke tool, als je dit, wat je de laatste drie minuten zegt. Maar hebben jullie dit als tool? Ja, dit hebben we zo ontwikkeld. Ja, dus het is best mooi om dat uiteindelijk... Ik zeg white labelen en doorbouwen. Ja, ja. Want jij vindt dit echt gaaf, hè? Ja, ik vind dit heel leuk. Ja, ja dat merk ik. En dat, dan, weet je, dan ben je echt met je mensen bezig. Ja. En dan kan bijna geen... je hebt natuurlijk in de wereld nu van allerlei... heel veel tools, ook in ons vak wellbeing, van alles en nog. En daar hebben we ook. Dat soort dingen kun je ook allemaal in surveys meten. Maar uiteindelijk gaat het erom dat je het gesprek hebt met de mensen en blijft houden. Mm. En En, 130 mensen nu in een wereld die behoorlijk aan het consolideren is. Met een aantal partijen die als een Jekko waarschijnlijk ook op jullie deur aan het kloppen zijn. Ja. Dus wanneer gaan we de hut verkopen? Of wat is jullie strategie daaromtrent? Nee, we hebben hele duidelijke eigen groeiambities waarin we verder willen ontwikkelen. Dus hele duidelijke het doel waar we naartoe willen bewegen. Een duidelijke missie en visie. En daar willen we ook zelf graag mee verder. En dus we hebben wel heel voor onszelf besloten dat als we verder gaan bouwen, dat we dat zelf gaan doen. Eigen buy in beeld in plaats van overgenomen worden. Ja. En we zien wel namelijk dat het natuurlijk de markt zo dusdanig aan het consolideren is, dat je op een gegeven moment ook als, we zijn een van de weinig zelfstandigen nog. Ja. Met een behoorlijke schaalgrootte. Met een behoorlijke schaalgrootte. Maar als je die slagkracht wil blijven houden, dan moet je op den duur echt wel wat gaan doen. Ja. En dat is ook mooi. Wij hebben ook onze mensen ook in meegenomen in die groeiambities. Dus het is ook helemaal geen verrassing of dat soort dingen. We nemen de mensen, we zijn heel transparant in communicatie over waar we naartoe bewegen, waar we naartoe gaan, wat de resultaten zijn. We nemen ze daar echt. Eigenlijk vanuit corona is dat een beetje ontstaan. Hmm. Dat we elke twee weken de organisatie bijpraten over waar we mee bezig zijn en hoe het ervoor staat, et cetera. En dus dat is ook gebleven in een iets andere vorm. Maar ook bijvoorbeeld dit soort groeiambities voor lange termijn. Ja, 1-2 keer per jaar praten we dan ook de hele organisatie bij over waar we mee bezig zijn. We werken met OKR. En dus zodat mensen ook weten van wat zijn dan de strategische thema's dit jaar. OKR? Ken je dat niet? Nee. Oh ja, Objectives Key Results. Dat is eigenlijk een manier, zeg maar, om je strategische doelen te bepalen als organisatie. Grappig. Thema's en ook je jaardoelen aan te koppelen, maar ook vanuit de jaardoelen van ons als directie de mensen weer mee te nemen in de organisatie van hoe kan iedereen daar weer dan aan bijdragen. Mm. Dus wat is de rol weer van de medewerker en de leaders daarin, zodat we allemaal dezelfde dingen aan het doen zijn met hetzelfde doel. Dus eigenlijk ook heel transparant en dat we allemaal weten dat we dezelfde dingen belangrijk vinden, met de juiste dingen bezig zijn en niet dat iemand denkt, ja, maar waarom zijn ze nou niet dit aan het doen? Dit is toch veel belangrijker. Ja, ja. Dus dat is een belangrijke. En daar is dit thema ook in teruggekomen. Natuurlijk als lange termijn strategie. Ja, en dan zeggen mensen ook na die tijd van ja, logisch. Mooi. En dan hebben we nog niet eens gehad over de Academy. We hebben het nog niet gehad over jullie eigen podcast. Want jullie zijn ook zelf een soort van collega van CNBTV. Ja. Want in jullie vakgebied zijn weinig bedrijven die zo consistent met hun podcast en YouTube kanaal bezig zijn. Ja. Mag ik je danken voor het inkijkje wat je hebt gegeven in jullie bureau. Dank je wel voor jouw verhaal. Graag gedaan, dank je wel dat ik hier mag zijn. En heel veel plezier de komende jaren, worden spannende jaren. Ja, zeker, dat was het. Ja, nieuwe dimensie. Ja, absoluut. En dank je wel voor het kijken namens Loket.nl. Wederom een superleuk gesprek om eens een kijkje te nemen in van hoe bedrijven vandaag de dag nou omgaan met wat ooit HRM heette. Maar tegenwoordig in ieder geval bij Adwise People and Culture heet en niet voor niks. Dank je wel voor het kijken. Zit je ergens op een podcastkanaal te luisteren nu. Dankjewel voor het luisteren. Voor beide kanalen, of je nou kijkt of luistert, geldt. Abonneer je op CVD-TV, dan mis je helemaal niks meer. Maak je mij super blij mee. Laat ook een review achter, dan weet ik wat je ervan vindt. Voor nu, namens Loket.nl, dankjewel voor het kijken en luisteren. Hoi! Thank you.